Hey en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe GP fans weekend. De serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen met je doornemen. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Nou, vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op die grote rode abonneerknop onder deze video. Op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste Formule 1 nieuws. En we komen steeds dichter bij die 100.000. Voor nu laten we beginnen met de video. Christian Horner is niet helemaal te spreken over de beslissing van de FIA om, na de rode vlaggen-situatie die ontstond na die enorme crash bij de start, het hele veld weer te herstellen na de startopstelling waarmee het ook begon. De Brit denkt dat het zaak is om nog maar eens goed te kijken naar de reglementen en wellicht een aanpassing te maken. Ja, na de harde klappen van Joe en Albon besloten VIA na langwikkende wegen om met dezelfde startopstelling als waar de race mee begonnen was te starten en dus moest verstappen zijn gewonnen plek bij de eerste start weer afstaan aan Sainz omdat nog niet alle wagens over de tweede safety car line bij Village waren gereden toen de rode vlag gezwaaid werd, betekende dat er nog geen nieuwe volgorde van auto's genoteerd kon worden op de klokken. En dat betekent automatisch dan weer dat de VIA nog geen nieuwe opstelling had en dus de startopstelling de enige accurate meting was die er op dat moment gedaan kon worden. We hebben er vragen over gesteld. Max zijn verlies was, Checkers zijn winst. Niet alle auto's hebben de tweede safety car lijn gepasseerd, begreep ik, en daardoor hadden ze alleen de startopstelling als referentie. Ik denk wel dat het iets is waar we wellicht naar moeten gaan kijken. Ja, zo balde Horner na afloop van de race, hij hoopt dus dat er wellicht verandering komt in de regels. Ja, daar waar al een tijdje door vele Formule 1-fans voor gevreesd wordt, lijkt nu steeds dichter bij de werkelijkheid te komen. Want de toekomst van de Grand Prix van België in de Formule 1 lijkt op dit moment aan een zijde draadje te hangen. En op de voorlopige kalender die op dit moment staat, is er geen plek voor de roemruchtige Spa-Francorchamps. Ja, de grote afwezige op de kalender van 2023 gaat waarschijnlijk de Grand Prix van België zijn. Zo heeft GP-fans vernomen. Stefano Dominicali doet namelijk zijn uiterste best om de deal met de race in Afrika rond te krijgen. Nou, mocht dat nou allemaal op tijd lukken, dan lijkt België het kind van de rekening te worden. Naast Pau Francouzon zou ook de Grand Prix van Frankrijk verdwijnen op de kalender. Al zijn de fans daar waarschijnlijk ja, wel minder om dan de Grand Prix van België. Ja, we gaan het ook nog heel even kort hebben over de soap rondom Nelson Piquet. De Braziliaan moet namelijk vrezen voor een gevangenisstraf van drie jaar vanwege zijn racistische opmerkingen richting Lewis Hamilton. Drie parlementsleden uit zijn thuisland Brazilië hebben hem beschuldigd van een racistische misdaad en hebben hem aangeklaagd. Drie parlementsleden hebben een formele aanklacht ingediend bij de openbaar aanklager. Als er inderdaad een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar de uitlatingen van Piquet, dan hangt er volgens de advocaat Renan Gandolfi een gevangenisstraf tot drie jaar boven het hoofd. Volgens de aanklager duisteren de uitspraken van de drievoudig wereldkampioen in tegen het implementeren van gelijkheid. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En Christian Horner heeft uitgelegd hoe de vloer van Max Verstappen gedurende de race beschadigd werd. Het kostte de Nederlander een kans op de zege, want hij moest uiteindelijk tevreden zijn met P7. Ja, Bij Motorsport.com zegt Horner, de teambaas van Rebel Racing, dat het schade van een andere auto was... ...waardoor de RB18 van de Nederlander niet meer 100% functioneerde. Hij had geen lekke band. Hij meldde, omdat het zo erg was, dat het voelde als een lekke band. Maar in feite raakte hij in de elfde bocht brokstukken van een onderdeel van de Alfa Tauri. Hij heeft de race uitgereden met een vloer waar een stuk van een AlphaTauri-endplate vast zat onder de bodem van de auto. Hij bleef erin zitten en klemde zich vast, bijna als een blokkade. Ja, mede door de zevende plaats van verstappen en toch wel die slotfase van Leclerc, die op de harde band van P1 naar P4 terugviel, beperkt de regerend wereldkampioen de schade. De Nederlanders staan nog steeds meer dan 40 punten voor op Leclerc. Sergio Perez werd tweede en komt toch wel een stukje dichterbij. En de FIA heeft een nieuwe deadline gesteld voor alle Formule 1-teams om te voldoen aan de nieuwe technische richtlijn die betrekking heeft op Porpoising. Het bestuursorgaan van de Autosport introduceerde een Technical Directive voorafgaand aan het raceweekend in Canada, maar bleek controversieel te zijn. Ja, de teams hadden namelijk geen tijd om te reageren met de uitzondering van Mercedes. Want die hadden namelijk wel wat updates gedaan op de W13 voorafgaand aan de trainingen op vrijdag, die later werden verwijderd voor de kwalificatie en de race in Montreal. De overige negen teams stelden dat het niet als reglement kon worden ingevoerd, tenzij er eerst werd over gedebatteerd en vervolgens werd goedgekeurd door het World Motorsport Council. Ja, de via zegt dat de analyse is afgerond en dat de technische richtlijn vanaf de Grand Prix van Frankrijk over drie weken dus een wet zal worden. Tot die tijd kunnen de teams zich erop voorbereiden. Een ja, Ferrari teammas Mattia Binotto, die geeft tekst en uitleg waarom ze ervoor kozen om Sainz wel naar binnen te halen tijdens de race in Groot-Brittannië en Leclerc niet. Ja, vlak na het melden van de safety car waren het Sainz en Perez die meteen naar binnen doken, terwijl Leclerc doorging. Leek een leek opvallende keuze die uiteindelijk dan ook Leclerc de kop kostte. Onze twee auto's waren, naar onze mening, te dicht bij elkaar om ze allebei te laten stoppen. Dus we moesten wel kiezen. We waren het enige team dat twee auto's had die vochten voor een goede positie, de andere teams hadden maar één auto. En tot slot blikken we nog even vooruit naar de race van komend weekend. Met een leuk nieuwtje voor alle aanwezige Nederlanders. Want bij de Grand Prix van Oostenrijk worden er namelijk zeker 50.000 Nederlandse Formule 1-fans verwacht. Zo schrijft de Telegraaf. Ja, de race op de Red Bull Ring is al jaren een enorme trekpleister onder Nederlandse Formule 1 liefhebbers. Ieder seizoen trekken weer 10.000 fans richting het circuit. Maar 50.000, ja, dat is nog niet eerder voorgekomen. Was hem dan: GP Fans Weekend van deze week. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments onder. En dan zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.